Roger, ja. Hoe laat is het? Naar de met beeldschermen erin, lichten. Ja. Het was super leuk. Het was dus de eerste keer dat we de Garden of Madness te zien kregen. Ja, en het was eigenlijk een super pre-party. Ik kan me niet voorstellen dat... Nou, al die kleine andere dorpjes waren allemaal mini-kleine stages. En wij hier in Alpe-de-West kregen echt zo'n bak van een stage. Zo, echt geniaal. Dus, ja. Het begon met Yves V. Nou, die draaide superkut. Echt superkut. Daarna kwam uit Nederland Sunnery James en Ruimer Shana. Ja, precies. Die twee, ja. En dat was lekker van die hobbelmuziek. Zo. Nou, dat was lekker. Dat ging lekker door. En toen was het tijd voor een surprise act. En dat was natuurlijk Armin van Buuren. Ja, echt superleuk. Ja, die blies heel die tent op. Het was echt state of trance tot en met. Nou echt, ik heb hele hoge verwachtingen van de mainstage nu, want deze zag er al echt super ziek uit. Kijk, daar is hij. Ze zijn hem aan het opbouwen nog, ja, dus ik hoop dat ze op tijd klaar zijn. Ja, je weet maar nooit. Je ziet de kralen nog, ze zijn bezig. Precies. Nou, verder mogen we niet klagen, want we hebben prachtig weer. En verder, hoe bleef het festival, Roger? Ja, stop. Het is wel een beetje anders dan de zomereditie, want je bent gewoon echt de hele dag op de berg. En s'avonds ga je pas... Ja, maar gelukkig hebben ze het wel een beetje goed gedaan dat ze de artiesten een beetje verspreid hebben. Dus het is niet zo dat je als je één artiest mist, dan zie je hem niet meer. Maar meestal staat hij ergens anders nog wel, of ergens op de piste, of ergens in een andere stage. Dus dat is wel goed geregeld. Ja. Na deze video komt er nog één, dat is namelijk gewoon het hele festival in één. En als je nou nog vragen hebt over hoe dit hele Tomorrowland Winterno werkt, zet je vraag even in de comments. Dan komt er nog een video waar we alle vragen behandelen. En dan proberen we zo goed mogelijk uit te leggen wat nou het verschil is tussen zo'n zomer- en zo'n winterfestival. En hoe je er het beste mee kan omgaan. Jongens, bedankt voor het kijken. Yes. En tot de volgende film. Precies. Wat ga je dan zien? Alle mainstage. Groot festival. Mainstage. Dan komt eindelijk die mainstage. Die mainstage. Die. Nee. Jongens, ciao. Doei doei. Vond je dit nou ook een leuke video? Klik dan daar op subscribe. Doe een likey, duimpjes omhoog, alles mooi, belletjes. En als je ons wil volgen op Instagram of Facebook, kan je dat ook daar beneden vinden. Yep. Tot de volgende, ciao. Hoi.